Of ik ooit op andere sporten heb gezeten? Nee. Maar ik, nee? Was wel, nee, maar ik was wel heel goed in voetbal. Oh, maar het verbaast me niks. Ik was echt zo slecht in alles wat maar met een bal te maken heeft. Ik heb een keer een soort van proberen iets te doen bij haar met handbal en een soort training. Het was echt zo... Ah! Als er een bal op mij afkomt, dan doet zij zo... Ruff! Het is alsof make-up op mijn gezicht wordt gesmeerd. Nee? En ik doe zo... Ah! Was er competitie tussen jou en je broer? Er is altijd competitie in ons huis. Maar hij speelt ook op hoog niveau, ja. Handbal. Nou, niet in de handbal, oh. Maar alles anders wel. Ja? Alles, ja. Maar ik weet, ja, maar ik weet dat hij... jullie zitten een kwartier... Ja, nou, hij trapte mij terug en toen kwam hij eruit. Ja, heel zielig. Was dat heftig toen je verhuisde op je 18e naar Denemarken? Ja, ik deed heel stoer, maar ik kan je vertellen dat... Ik zei, doei mama, doei papa. En toen kwam ik boven, ik de hele dag gejankt. Ja. Toen dacht ik, shit, nu moet ik mijn eigen aardappels koken. Mijn eigen was doen. Hoe dan? Je bent niet zo'n janker. Oh, wat stond er in het eerste berichtje? Nee, wil je het echt weten? Nou, weet ik niet. Weet bij jou je het vind al? Ik het, nee, ik vind het bij haar altijd raar. Wil je met me trouwen? Dat, okay, dat stond wacht in. Wacht even, dit vind ik wel heftig. Ja, wil je met me trouwen? Ja, het antwoord was, alleen een gemeenschap van goederen. Nee, ik vroeg wel vrij snel van, goh, als iemand ooit een keer aan jou zou vragen, goh, wil je naast je drie kinderen nog een kind? Stel voor dat iemand dat aan je zou vragen. En toen zei hij niks. Toen zei hij zo, heb je een mand in huis? Ik zei, mand? Nou, dan kan je daar doorheen vallen. Nou, ja, toen hij in het begin een relatie kreeg, ja. Dan zijn wel nog meer schijnwerpers op je gericht, omdat hij al bekend was. Ik vond wel wennen, dat je meer aandacht krijgt. In het begin. Omdat je met een bekend iemand had. Ja, ik had niet gedacht dat het zo heftig zou zijn. Maar hij heeft natuurlijk niet alleen een rugzak. Hij heeft natuurlijk wel een hele Himalaya wat hij meedraagt. Dus ja, dat vond ik wel heftig. Daar moest ik wel mee leren omgaan. Wat vond je het ergste van het krijgen van je blessure? Nou, op het moment dat het gebeurt, is het wel even kloten. Want je denkt, ja, het is helemaal mis. Dacht je toen ook van, oh, dit gaat niet meer goed komen? Nee. Dat heb ik nooit gedacht, maar wel dat ik dacht, hé, dit is helemaal mis. En ik was nooit goed in de gym. Ik was een beetje lui. Ik had gewoon een bal. Maar nu moet je wel. En nu moest ik. En ja, ik denk dat het mij wel weer 3 jaar extra heeft gegeven in mijn carrière. Is dat serieus genoeg, dit antwoord? Ja, het is bijna eng. Het is altijd eng als hij serieus gaat praten. Ja. Heb je ooit gedacht dat ik stop? Ja, ik was 13 toen ik professional werd. Dus ik ben best wel lang al bezig. En op een gegeven moment dacht je... Is dit het wel? Vond je het niet heel lekker toen je zwanger was? Toen kon je even niet. Je hebt het nog wel heel lang gedaan, maar... Ja, maar nee, toen was het wel lekker. Maar ja, na een paar maanden dacht ik ook, als dit nou het leven is, dan is het ook niet echt. Nee, maar je zit bent ik me een beetje te wachten de hele dag. Wat voor speler ben je? Jij bent heel heftig. Heftig? Vind ik denk ik wel, of vind niet? Je? Nee, vind je me heftig? Ja, ik ben wel heftig, temperamentvol. Maar nou, ik heb jou wel zien spelen, ook bij een wedstrijd, en vind ik jou wel pittig. Maar ik ben niet zo een of andere lompe... Nee, je beukt ze niet onver. Nou. Hoe reageer je als je verliest? Soms ben je zo boos en hij heeft wel eens gezegd, alsjeblieft, doe het gewoon niet. Schop gewoon niet tegen die stoel. Waarom moet je tegen die stoel? Ja, dat vraag ik me ook af. Nou, maar jij beter tegen een stoel dan tegen iemand. Jij doet toch ook, wel eens dat je denkt... Ik gooi met stoelen. Ik heb wel eens na een ruzie met een ex, heb ik als een waterkoker, een volle waterkoker, die net gekookt had, door de keuken gesmeten. Oh, ik dacht, je gaat zeggen op hem gesmeten. Ja, maar dat was de bedoeling, maar dat lukte niet. Dan was ik nu weggelopen. Nee, maar het gaat goed met Johnny. De meest bizarre kop die je over jezelf hebt gelezen. Oh, Jezus. Maar die is al heel lang geleden. En toen zou ik het televisiering gala presenteren. Toen schreef iemand ergens op internet stond dan... Moet dat dikke mens met die achtkantige kaaskop dit gaan presenteren? Nou, je hebt wel grappige dingen. Ik heb ook wel eens gehad. Van, ben je niet onzeker? Ja, ja, Raffi natuurlijk met Silva. Oh, die is zo knap. Ja. Wat erg! Maar hé, het is toch helemaal om te gieren. Ja, hij is zo grappig. Ik moest er wel om lachen. Ja.